Goedemorgen, het is vandaag vrijdagochtend. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. We zijn klaar, Sarah gaat naar school, die heeft koningsspelen. Ik heb vandaag deze trui aan met die splitjes. Ik heb er wel een topje onder, want het is best koud. En deze broek van Rosner met een leuke print en een zwarte enkelaarsjes, want het is best koud. Maar ik vind Sarah de outfit zo leuk vandaag. Sarah heeft oranje, dat is voor de koningsspelen. Dan deze hele leuke opgeknoopte trui van de Zara. Het groene flared broekje van America Today. En de panther sneakers ook van de Zara. Ik vind ze zo verschrikkelijk leuk staan. Ik vind ze mooi vandaag. En ik heb nog wat te laten zien. Dat is Ido's spaarpad. Kijk hoe mooi dat haar dat is. Echt. Wow, glitters. Het was echt heel erg leuk op school. Ze deden eerst de paspas met z'n allen. Dus echt zo schattig al die kindjes dat te zien dansen. Ik nu even een ochtendje editen. Ik heb wel even snel ronde huishouden gedaan. De achterstand is voor het grootste gedeelte wel ingehaald nu. Dus dat is echt heel erg top. Daar ben ik heel blij om. En nu nog een stukje verder. En dan hoop ik rond 20 april zoiets. Nee, dat zal later worden. Eind april helemaal bij te zijn. We zijn ondertussen thuis. Sarah is uit school en ik heb lekker fruit gemaakt. Dus we gaan samen even lekker fruit eten. En heb je het naar je zin gehad op school vandaag? Ja. Waar ben je? Ik zie je niet. Moet je de wangen kijken. Echt te grappig. Mag ik je wangen zien? Ze heeft zoveel plezier gehad dat heel de smink is uitgesmeerd. Nee, het is bloed. Oh, het is bloed. Nou, dan waren het wel wilde koningsspelen. We gaan dit even eten en dan hebben we heel even gezellig samen en dan gaan we naar zwemles en daarna hebben we echt weekend. Morgen hebben we een verjaardag. Gewoon weer heel de avond aan het editen. Maar ik lag geloof ik anderhalve maand ruim achter met alle vlogs uploaden en nu is dat nog 3,5 week, dus aardig ingelopen. Deze ga ik nu renderen, deze edit heb ik af. En daarna ga ik lekker mijn bed in. Goedemorgen, het is zaterdagochtend. We hebben heerlijk samen op bed gelegen. Ik hou zo verschrikkelijk van het weekend. Gewoon lekker rustig aan, wakker worden, knuffelen, genieten. We zijn aangekleed. Ik heb deze top aan van Friends Connection. En deze broek. Oh, die is ook Friends Connection. Dat is een mid-waist skinny jeans. En ik heb deze laarsjes aan van Tommy. Ik vind dit materiaal altijd zo gaaf. Dus ik ben er helemaal gek op. Ik vind Sarah de outfit vandaag ook zo leuk. Mag ik hem laten zien? Ja. Die heeft een body aan van de Zara van de Rolling Stones. En deze hele leuke flared broek. Die is van America Today met een leuke bies. Die hebben we pas geshopt. Ja, die hebben we de zaterdag dat we heel de dag gingen winkelen samen geshopt. En deze ring. En we hebben straks een verjaardag. En die is vlakbij. Van Lila. Ja, ik breng Sarah eerder. Dan kan ik nog even de dingetjes doen die ik moet doen. Het is toch vlakbij en dan ga ik daarna ook daarheen. Zo, het is de zaterdag. Ik ga naar Mila's kinderfeestje. Ik zie een vlog te kijken. Daar in beeld. Ja, beeld is klaar. Het is zo lekker weer. Sarah is ook bezig met een heel leuk dingetje. Die heeft deze van strijkkraaltjes voor de paas. Dat is een paashaas. En dan kan ze dat precies in het ijs. Die heb ik gisteren gekregen. Ja, ben je er blij mee? Ja. En ik vind dat je het echt heel goed doet, want het is best nog wel een puzzel. Ik was net aan het meekijken of het goed ging. Mm. En je doet het heel goed. Sarah mag wat eerder komen, dus die is helemaal blij. Die loopt nu met het cadeautje en de hele outfit naar de verjaardag. Ik vind het zo schattig. Ze maakt zichzelf tegenwoordig helemaal klaar en mooi voor een feestje op de eigen manier. Ik kan alles aanhouden, want ze gaan van het sprinkeltje. Ze heeft het voor je. Gefeliciteerd. Dankjewel. Snel alles in huis gedaan. Ik heb even een andere vest. Ik heb ook een vest onder aangedaan met van die roesjes, want het is een beetje raar weer. Ik denk, zo kan ik jas aan en uit doen, want het is half buiten, half binnen.
En alles gedaan hier wat ik wilde doen. Dus ik ga ook nu naar de verjaardag. Zo, en we zijn weer weg bij de verjaardag. Sarah die is helemaal hyper, maar ze heeft het zo naar de zin gehad. Ook een heel leuk nieuw vriendinnetje gemaakt. Dus daar gaan we ook binnenkort mee afspreken. Kunnen ze weer spelen. Want ze wilden niet bij elkaar weg. En nu naar huis. Daar zijn we ook zo. En dan gaat deze klein met weer lekker naar bed. Goedemorgen, het is zondagochtend. Ik ben wel opgemaakt, maar mijn haar heb ik nog niet gedaan. Ik laat het even drogen. Ik heb het net gewassen. Als ik het feun ga, dat zo pluizen. Dus liever de lucht drogen. Ik heb vandaag deze grof gebreide trui aan. Die is van Villa. En deze mid-waist skinny jeans van Friends Connection. En mijn Timberland boots. En vandaag gaan we niets speciaals doen. We gaan zo meteen even de hond van de buren uitlaten. Dat heb ik beloofd. Dus ga ik even met Sarah en de hond wandelen. Dus dat is wel heel erg leuk. Het is nu... best wel lekker. Het is wel koud, maar het zonnetje schijnt. En verder doen we helemaal niets, denk ik, vandaag. Volgende week hebben we nog een week school en daarna vakantie. En in de vakantie gaan we wel een hele hoop leuke dingen doen. Maar daar ga ik later meer over vertellen. Hey, is de pootje, schat? Goed zo. Even zorgen dat... ja. Vind je het zo leuk, Django uitlaten? Gaan we niet rennen met hem, schat, dadelijk trekt hij omver. Moet je om de paal heen met Django, hè? Ah, hij wil nog even graven, mop. Oh, die riem. Moet je hem even wat korter pakken, want het is gewoon omdat jij wat korter bent. Pak de riem maar een stukje verder beet. Ja. Ik ben hoger, dan sleept hij niet op de grond, maar bij jou dus wel. Kijk. We hebben de hond uitgelaten en we zagen dat het hier kunstroute is. En we liepen langs een huis, dat is vlakbij. Dus daar gaan we heel even kijken. Dat wilde deze kleine dame heel graag. Dus, verder zit hier niks in de buurt. En we gaan verder geen zin spaghetti meer. Met tuin eten. Ja, dat gaan we vanavond eten. We zijn weer thuis en het was echt wel heel leuk om te kijken. Sarah heeft ook een klein stukje klei meegekregen. Dus die kan zelf wat maken, kan ze het laten drogen. Dus daar is ze nu mee bezig. Ja, ben je heel lief aan het kleien? Ja, papa, kom op. Kan je het zo papa laten zien? Ze is heel lief aan het kleien nu. Papa, ik heb klei gekregen. Sarah heeft heel leuk deze drie olifantjes gemaakt. En dit zijn wij, Marco, ik en Sarah. Echt zo schattig. Marco is boven aan het klussen de hele tijd. We hebben net gegeten en we hebben nu even ijsjes gehad. Normaal gaan we lopen, maar dat was even niet handig nu. Wacht even, want hij valt er bijna. Kijk, zo de ijsje. Die valt hier bijna uit. Ik weet niet of je dat zo goed ziet. Dus moet ik even heel voorzichtig met een koekje. Alsjeblieft. Zo, en dan de mijne. Marco komt ook naar beneden. Speciaal koekje erbij. Dus nu een ijsje thuis. Ik moet even de camera weg, want dit schiet niet op. Want hij gaat ook lekker. Het was wel laat. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren en een duimpje achter te laten. En dan zie ik jullie de volgende vlog. Doei! We waren er net iets eerder en toen zouden ze ook komen, dus Sarah heeft ze verstopt. Ik liep ook achter een muurtje en toen kwam ze tevoorschijn, dus dat was echt heel erg leuk. En we zijn nu onderweg naar huis en echt te grappig, ik rijd weer achter Marco, precies. Maar echt stom toevallig, hij was natuurlijk vlakbij aan het werk. Ik denk dat hij me nog niet eens gezien heeft, er zitten twee auto's.